Hoe werkt het? We gaan zowel de kern als het oppervlak van ons dakelement gaan benutten. Onze geluidsgolf gaat eigenlijk botsen tegen het oppervlak. Om dit effect tegen te gaan, gaan we het oppervlak zelf akoestisch transparant maken. Dit doen we door het te perforeren of open te gaan maken. Op die manier kan de energie uit ons geluid door het oppervlak gaan tot in de kern van ons dakelement. Die kern is gevuld met flexibele vezels die op hun beurt de energie gaan absorberen, waardoor het geluid eigenlijk verdwijnt in het element zelf. Een akoestische afwerking hoort deel uit te maken van een ontwerp en moet eraan bijdragen, moet het niet gaan afbreken. Om een antwoord te bieden op de verschillende noden van ontwerpers, bieden we een variatie aan afwerkingen aan. Dat gaat van een houtachtige afwerking tot gipskarton, tot houtvezelafwerkingen, tot zelfs zwart. En ook een variatie aan vormen en patronen.